in je onderbroek met een hoedje op de kamer binnenkomen. En dat soort rare fratsen, ja, daar hou ik wel van. S'morgens eten we allemaal en s'middags ook allemaal door elkaar heen. En s'avonds kooklia. En dan vind ik het altijd heel gezellig. Dan zitten we bij, altijd de vaste plek bij elkaar. Zo. En dat vind ik altijd wel romantisch. Echt dat je zegt, met kaarslicht en dat soort dingen. Nee, er branden altijd kaarsen bij ons. Het is constant romantisch bij ons. Mijn kleindochter die deed mee aan We Want More. Dus zij is geadopteerd, Emma, 18 jaar. En ze deed mee en ze zong. En toen ging haar kleine broertje. Die ging verschrikkelijk huilen en daardoor schoot ik ook vol. Dat was heel aandoenlijk. Ze had nog geen noot gezongen. Ze kwam alleen maar, zeg maar de studio binnenlopen. En hij begon ontzettend te huilen. En toen wij ook allemaal. Ik heb jarenlang aan de andere kant gestaan. En nu sta je zeg maar, als een soort opa van de kandidaat. Dat is een hele andere kant. Door het ongeluk met mijn arm kan het niet echt goed meer. Dat is heel pijnlijk. Ja, natuurlijk mis ik dat. Ja, maar ja, dat is de consequentie van het ongeluk. Ik had ook dood kunnen zijn natuurlijk. Dus je moet je dan maar troosten met wat nog wel kan. En, nou ja. Oh, dat is een tijdje terug van mijn vrouw. Die is niet zo complimenteus. Maar er was een fototentoonstelling van 75 bekende mensen. Toen zei ze, goeie kop, nou dat heeft ze echt heel lang niet gezegd. Daar was ik wel blij mee. Even een soort uitlating, weet je wel, dat ik gewoon even gek moet doen. Nou, kijk, er zijn twee dingen dit jaar waar ik heel trots op ben. Dat is dat het boek uitgekomen is. En eind van het jaar komt de film uit, waar ik een hoofdrol in speel. Dus dan is het zomaar een jaar dat ze zeggen, nou corona, we doen niks. Zijn er toch twee grote projecten. En omdat ik ook 70 ben geworden dit jaar, dacht ik, ja, dat is wel een leuk jaar toch.